Wij zijn in Pai. En echt op een fantastische locatie. Hé, Appie! Ik ben gemolesteerd. Nou, Daan is gemolesteerd. Nee, echt, nee. We hebben nu even pauze tussen onze 762 bochten. Dus we gaan even chipjes scoren. Ja, lekker. Even watertje bijgevuld. Water bijgevuld. Kun je weer tegenaan. Dit is onze overnachtingsplek. In huisjes. Allemaal losstaande huisjes. Met, we hebben een zwembad. En elk huisje heeft een dakterras. Waarom hè, je goeie lange broek? Genade. Maar goed, wij moeten even wat langzaam, want wij gaan namelijk naar de Witte Boeddha. Gelukkig niet zoveel treden, dat valt best wel mee. En het is echt super rustig. Ja, dat is wel lekker hoor. Ja, dat resulteert ook in dat ik eventjes omgekleed ben. Ja, ik ook. En dan gaan we eens even omhoog lopen. Kijk er nu al naar uit, lekker zweten. Scootertje geparkeerd. Dan had je lekker aan het wachten. Want we zijn bij de Bamboo Bridge. Zo, het bekende hart van Bamboo Bridge staat er ook op. En nu de rest. Veel moet ik mijn broek naar beneden staan? Nee, dat heb ik er niet op gestaan. Oh, okay. Expres niet. Maar nu komt dat wel op het filmpje natuurlijk. Hè? Dat je hebt gezegd dat er is. Dat komt erop. Even happen, happen. Happen, happen. Happen, happen. Maar wij gaan een... Iets anders. Iets anders proberen. Ja. Seven Spiced Crispy Squid. Seven Spiced? Oh, daar hebben we water wel goed bij nodig. Oh. Nou. Net was het nog een buitje, hè? Oh. Dan maar even... Zijn we wezen schuilen. Gewoon bij mensen eigenlijk voor onder de carport. Dus nou, het kan nog wel eventjes duren volgens mij. Dus yeah. Very nice. En dan zo meteen weer naar de 7-Eleven Bihali.
dag nummer 2 in Pai. Dostos. En we hebben nog niks gegeten en dat heeft een reden. Want wij gaan koken. Wij gaan nu de cooking class, Thai cooking class gaan wij doen. En dit is echt wel super nice hoor. Kijk. Alles staat gewoon voor ons klaar. Ons ontbijtje. Oh, ik heb allemaal de babbel. Oh. Wij gaan sticky rice en pad thai en kap chow. En, ja, en dan gaan we nog. We gaan er 6 maken of zo. Heerlijk. Later. Later. Leuk dan. Heel lekker gemaakt. Touw. Ja, wat heb je gemaakt? Kosoi. Hoi, soi. Nou, op zich, dit kan je thuis ook al kap. Ik kan al je tijd al goed kopen. Wie koopt er thuis? Jij of ik? Hey, je moet erin doen. Ga erin doen, een beetje naar. Dat was even lekker zeg. Dat was echt zo lekker, zo leuk. Serieus, als je ooit in Pai bent, ga bij Savoy Cooking Class thuis leren koken. Dit is gewoon echt, van zo weinig ingrediënten, zo iets lekker van. Oh, wat zeg ik. Wij gaan nu iets heel anders thuis doen. Nou, liggen we klaar voor een massage. Ab heeft zich omgekleed voor zijn Thaise massage. En aan de andere kant van mij ligt er eentje die behandeld wordt op dit moment. Dus vandaar dat ik even rustig moet praten. Stil zijn. Moet een beetje stil zijn. Maar gaan we dan even een uur lang lekker chillen. Helemaal in elkaar getrokken, helemaal doorgeschreurd. Ja, dat. Ik ben gemolesteerd. Nou, Daan is gemolesteerd. Maar echt, nee. Dit is een ervaring die ik op zich niet rijker had hoeven zijn. Ik was namelijk even vergeten dat die Thaise massages gewoon fucking veel pijn doen. Zo. Ik wilde eigenlijk na 20 minuten stoppen. Maar ze heeft doorgezet. Hopelijk heeft het ook nog goede consequenties. Ik ben beurs, alles doet me zeer. Maar goed, we moeten door. Tenzij we morgenochtend wakker worden van, oh wat voelen we ons goed. Ja oké, dan snap ik het, maar ik snap dit niet. Ja. Ze klimmen dus ook echt wel over je heen. Dus het is wel de authentic local experience. Zo ook naar Maggie. Zo ook naar Maggie, god. Hierop dit eigenlijk een vrij lokaal aan de straat gelegen wasserette. Nou, hier heb je gewoon de openbare straat. En dan heb je hier de wasserette. Nou, en dat voor 30 baht voor een kleinere en dan 50 voor een grote. En de 50 baht is even omgerekend? 1,50? Ja, zoiets. 1,50. Kom erbij. Dus dan moet je hem daarna wel weer leeg gaan natuurlijk. Anders ben je kleding kwijt. Dat is ook weer zonde. Maar goed, we gaan even lekker vullen. Doedels! Zo, de volgende dag huisje even verlaten. En dan weer helmpje op. En dan gaan we weer wat leuks doen. Vandaag naar een waterval. En naar een Split. Split, ja, dank je. Lens split. En nog een paar andere dingetjes. Maar Annie, lukt het met de morgen? De montage moet even dicht. Oh. Tasje moet even dicht. Ja, nou. Ik ga hem zo starten. Oh, nou, ga zo starten. Nou, gelukkig hebben we geduld. Klaar voor? Ja hoor.
Doei. Nou, loop ik maar omhoog, want de scooter trok het niet met z'n tweeën omhoog. Maar ja, het is ook wel even een eindje. Oh, ik heb nog steeds die helm op. Wij zijn bij de viewpoint. We gaan even een ticketje kopen. Even een ticket kopen. Maar het is maar 20 baht, omgerekend 40 cent of zo. Ja. Dus, Het is dus zo heet vandaag dat we het zadel voor de tweede of derde keer even met water moeten besprenkelen. Hier. Want anders dan verbranden wij onze bibs. En dan kennen we wie zit. Improviseren! Nou, weer een avontuurtje op zich. Wij gaan naar een viewpoint. Maar afluchten! Op lucht voor het weer. Ja, het is een beetje bewolkt en regenachtig gaan het worden. Dus, maar we gaan het gewoon gokken. Bewolkt? We hebben net een klap onweer gehad bij u tegen. Nou, we gaan het gewoon proberen. Nooit geschoten. Bam! Altijd mis. Oh, je hoort het al op de achtergrond. Het regent een beetje. We hebben het wel overleefd. En nu naar de canyon. Het kijken. Is. De bedoeling dat je dus op de Pike Canyon een super mooie zonsondergang. Maar ja, we lopen in de regen, dus dat gaat niet worden. Nee. Hey, doe het ook voor het uitzicht. Dat ook trouwens. Oh, wel oppassen. En ja, vooral jij oppassen. Anders val ik weer. Alweer. Laatste dag hier in Pai. Laatste avondmaal met natuurlijk lekker Pork Belly. Fantastisch rijden. En morgen gaan we naar Kousen. We pakken het vliegtuig. Ja. Naar Suratani, één overnachting daar en dan gaan we naar Kaosok. Dus wij gaan nog eventjes genieten van onze laatste Thai Pai in Yes, lekker eten. En zien we jullie in Kaosok. Bye.